En welkom bij de Flemish Woodworker. Vandaag ga ik jullie laten zien hoe dat je een inbouwdoos kunt plaatsen voor sanitair. Of tenminste, één van de manieren waarop dat je een inbouwdoos kunt plaatsen. Dit zijn inbouwdozen. Dat is eigenlijk dit met het ijzer frame. En die zijn ineens gecentreerd op de juiste afstand van een kraan, van bijvoorbeeld een douchekraan of een badkraan. Nu, in mijn geval hier, ga ik de instructies van mijn keukenbouwer volgen en ga ik de plaatjes breken, waardoor dat ik ze elk apart ga plaatsen, want anders passen ze niet in mijn geslepen voegen. Iedereen zal wel weten, die voegen voor het slijpen, dat houdt niet veel in. Je tekent dat gewoon af voor dat moet komen, houden die plaatjes aan elkaar. Dan houd je dat gewoon zo op de juiste hoogte. Je tekent het af waar dat je bazen komen. Je slijpt dat langs beide kanten in en je hakt dat uit. Dus, dat ga ik u vandaag laten zien hoe dat we dat aan de muur bevestigen. Hoe dat we de bazen erop aansluiten. En dat is het eigenlijk. Een inbouwdoos plaatsen is echt niet moeilijk. Ik laat het hier nu in steen zien, maar er zijn, je kunt dat ook in gewoon een gyprokwantje doen. Ik heb het hier even in een OSB gevezen op die manier. Werkt dat ook. Er komt achteraf nog een gyprok voor, dus dan is het allemaal mooi weggewerkt. Je kunt die erin vijzen, je kunt die erin in kleven met gips. Ik kon ze vijzen en ik kon ze achteraf een beetje opspuiten met schuim, zodat er toch iets meer stevigheid in zit, dat niet alles afhangt van die beugel. Die rode doppetjes en die blauwe doppetjes, ik ga dat nu al even uitleggen, want zelfs ga ik dat uit elkaar doen en dan kan ik het niet meer uitleggen. Dat dient eigenlijk gewoon om ervoor te zorgen dat er geen vuil in kan. En je kunt dat gebruiken om bijvoorbeeld uw waterpas op te zetten. Nu steken die ver naar voren, maar dat is niet altijd zo. Je kunt die eruit halen. Dan kunnen die iets minder diep steken. Om zo de juiste afstand van uw afwerking te creëren. Komt er bijvoorbeeld alleen bezetsel tegen, dan is dit misschien voldoende. Komt er bezetsel in een tegeltje, dan gaat het misschien je potteken zo moeten installeren. Je ziet duidelijk het verschil. Plus ook eventueel voor de leiding af te testen, kunnen die ook gebruiken, want die zijn met een rubber. Er zit een rubber aan, als zijn afdichting. Dus kunnen die erin draaien, kunnen die leiding testen. Waterpas zetten en beschermen. Dat zijn de drie belangrijkste functies. Hoe kunnen we dat nu makkelijk installeren? Ik doe dat op deze manier, in dit geval, hè. Want ik zeg het, soms kun je dat gebruiken voor je waterpas op te zetten. Maar ik meet van het centrum van het gat naar die gaatjes. Dat is 4,5. En dan weet ik hoe hoog het centrum moet komen. Dat is, voor dit geval is dat 55. Dus daar tel ik dan die 4,5 bij. En dan kan ik mij op mijn muur aftekenen. Dus dat is hier. Dan pak ik me gewoon een waterpas. En dan zetten we die streep over. Dus daar moet ik nu van boven mijn gaten boren. Meer houdt dat niet in. Heel gemakkelijk. Voor die dozen apart te gebruiken, die kunnen gewoon eigenlijk breken. En dan kan ik gewoon kijken. Hè. Kan ik hier mijn doosje gaan zetten. Hè. Voilà, ik zie onmiddellijk op de lijn en hier ook op de lijn. Dat is in orde. Dus teken ik mijn gaatjes af. Voor de andere doen we dat ook.
Hier. Deze schat komt slecht uit. Dus die. Ja, ik weet het niet. Die gaan we niet proberen vast te zetten. Want dan gaat mijn boor toch heel de tijd willen weglopen. Nee, dat gaan we niet doen. En ons inbouwdoos zit erin. Meer houdt dat niet in. Tuurlijk, je moet altijd wel een beetje kijken wat je doet. Dat wil ik zeggen, aan de hand van je ondergrond, ga je misschien andere vijzen of pluggen moeten gebruiken. Of eventueel langer vijzen of langer pluggen. Meer houdt dan één. Mijn inbouwdozen hangen als ze. Dan gaan we die open doen. Dit frontkapje eraf halen. Dan kunnen we ons bazen positioneren. Kunnen we die juist plooien. Van lengte knippen en aansluiten. Die doosjes open te doen. Kunnen die van achter. Moeten die eigenlijk op. En dan kunnen die naar voren duwen. Dan kunnen dat eruit trekken. Voilà. Dit komt er zo in. Voor de andere doen we juist hetzelfde. Nu kunnen we ons bazen nemen. Dan kunnen we die ongeveer zo wat gelijk gaan houden. En dan knippen we die iets hoger af. Want we zien hier dat we die nog wat moeten laten zakken. Voilà. Dus baasje terugruimen. Ik weet nog niet of het een afstand goed is, maar ik ruim die al sowieso. Gewoon voor zeker te zijn. Om ze te plooien gebruik ik een plooiveer. Ik hang er altijd een touwtje aan. Waarom? Soms duw ik die er iets dieper in. En dan kan ik die er op die manier uit vissen. Voilà. Nu ben ik zeker dat mijn veer hier zit en dan kan ik mijn baas op een veilige manier hierin plooien. Om daar gewoon een centimeter kan afknippen. Voilà, ze. Dus je ziet. Zat er veel dieper in en op deze manier. Terugruimen. Altijd heel belangrijk. Moer erover, ring erover. Deze erin, hop. Ring er tegen, alles samen. Alles.
Deze is hem. Dan draai ik even zo'n stop er terug in. Dat helpt mij ook bij het vastzetten van die koppeling. Die koppelingen die moeten nu vast aandraaien. Allee, ik wil zeggen, vast is vast. Want als je die te vast gaat zetten, dan bestaat de kans dat je daar iets van gaat beschadigen. Hè. Deze ermee in. Voilà. En dan kunnen we hem vastdraaien. Ons muurplaat staat. Onze inbouwdoos. Nu hier van achter. Want ik zou eens nog een klein beetje purschuim inspaten, dat dat toch net iets langs de zijkanten en hier van onder ook ondersteund wordt. Gaan we dat voor deze ook doen. En dat is het eigenlijk. En op die manier zijn onze inbouwdozen klaar. Hè. Ik draai er juist nog de doppen in, dat er geen vuil in kan. Dan kunnen we hier alles mooi bezetten. Die er eerst nog wat opvullen. Dat kun je doen met van alles. Hè. Als je wat snel cement hebt, kun je dat ertussen duwen. Met wat snel gips, gewone gips. Maakt niet uit. Ik kan dat hier van boven een beetje opschamen. En deze ga ik gewoon mee opvullen met gips als ik deze stukje ga bezetten. Goed, dat was hem. Zo zie je maar. Inbouwdozen plaatsen. Is echt niet moeilijk. Laat me gerust weten wat je ervan vond. Abonneer op mijn kanaal. Liken als je het leuk vond. Als je het niet leuk vond, dan doe je iets anders. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.